Oké, ja, het heeft erin gezeten. En vooral die eerste, dat was... ik dacht, ja, dit klaren ze. Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Natuurlijk moet je er niet helemaal denken in het veld. Dan blijf je wel scherp. Het is 24-21, het kan raar lopen in volleybal. Maar ja, over het algemeen kun je wel stellen dat je zo'n set binnensleept. Maar die geven we gewoon stom weg. Maar zij kwam hier met behoorlijk veel, nou schrik wil ik niet zeggen, maar we hadden behoorlijk druk hadden we erop. We stonden erg goed te spelen. Maar in de eindfase doe je zoveel basiszaken fout. Dat teleurstellend is dat je na 24-21 twee, drie kansen krijgt in een 1-tegen-1 situatie. Dat je daar de set niet pakt. En dat vind ik wel teleurstellend en dat moet er bij een aantal spelers wel uit. Is dat dan de ervarenheid? Nee, ik denk niet de ervarenheid. Dat heeft te maken met jarenlang dezelfde dingen gedaan te hebben. Dat heeft te maken met een gebrek aan allroundheid. En spelers vallen dan terug in hetgene wat ze altijd gedaan hebben. En daar zijn we de fout mee gegaan. We werken daar heel hard aan op de trainingen en vaak gaat dat ook goed. Maar vandaag zag je dat die spelers echt onder druk komen te staan. Ja, dan blijven ze hetzelfde doen als ze altijd gedaan hebben. En dat weet men eigenlijk ook. Die hebben 2-3 mensen hebben die op de bank zitten om te scouten. Die weten precies de slagrichting en hebben ook de mogelijkheid om die opdracht uit te voeren. En met name Jelte Maan deed dat uitstekend.